Een hele goede morgen, middag of avond. De volgende opdracht die we gaan doen is het modelleren van een IKEA-clipje. En de functie van dit. Misschien sommigen van jullie hebben jullie dit in jullie keukenkastje. Dan is het handig om even te pakken, want dan kunnen we even kijken samen naar de details. Als niet, dan kun je hier een beetje goed opletten en dan ga ik het laten zien. Dus je hebt een bepaalde zakje en dan kun je dat openmaken. En als je dat niet wil dat het open blijft, dan kun je hiermee op die manier dichtknijpen. Ja? En, het product lijkt heel simpel te zijn. Maar na het modelleren gaan jullie ook zien dat dat eigenlijk, ja, als je goed kijkt naar, ja, dankzij al die spuitgietregeltjes en allerlei speciale functies, eigenlijk alle vlakken van deze clip zijn niet zo recht zoals het eruit ziet, maar overal heb je schuine hoekjes aan en kleine details. En als je dat allemaal wil modelleren, dan ben je behoorlijk lang bezig eigenlijk, ja? Laten we kijken wat de meest belangrijke eigenschappen zijn, spuitgiettechnisch. Ja, de eerste meest belangrijke is, wat je moet kijken, wat de vorm bepaalt, is, ja, is het proberen gelijkmatig wandig te houden. En het hele product dunwandig houden. En als je ziet dat hier de wanddikte is, rond de 1 mm. Wat belangrijk is om te weten, dat met de wanddikte gaat, als je de wanddikte verhoogt, dan gaat de koeltijd exponentieel ook omhoog. Dus eventueel als je twee keer zo dikke wand neemt, dan is het vier keer zoveel tijd om af te koelen. En dat in zo'n product heb je eigenlijk heel weinig materie. Dat betekent dat bijna alle kosten van het produceren van zo'n clipje zijn de kosten van die cyclustijd van de spuitgietmachine. Ja? Dus daarom is het zo super belangrijk om het product zo dunwandig te maken. Want dan kan je, als je twee keer zo snel kan produceren door een dunner wanddikte, dan heb je ook ja, de helft van de kostprijs. Ja? En dit is echt een massa product, dus is heel belangrijk. Wat je dan ook ziet hier. Hier zit een versterkingsriep en het gaat midden op die vlakke kant tegenaan. En je ziet hier daar de andere spuitgietregel, namelijk als je wil gewoon geen inval aan de achterkant, waar een wand uitkomt op een grote vlakte, dan moet je daar een dunner wanddikte hanteren. Ja, want in deze wand gaat de materie krimpen en bij die, waar het samenkomt met deze oppervlak, daar zou je materie naar beneden wegtrekken en dan krijg je hier in het midden een inval. En als je dat een beetje zo draait, ik weet niet hoe ver het zichtbaar is, ik zie het wel een beetje, dan zie je nog steeds daar een heel klein beetje inval. Ja? Om dat te camoufleren, hebben ze de oppervlak een beetje gematteerd. Dus dat is een goed trucje. En eigenlijk als je hoogwaardigere kunststoffen zou gebruiken, bijvoorbeeld zoals ABS, dan zul je dat veel minder zien. Bij polypropyleen is een goedkope kunststof en het is taai en flexibel. Daar heb je een beetje meer problemen met dit soort inval. Maar je ziet op die manier, als ik het niet zo zeg, dan zullen die van het merken. Ja? Andere belangrijke punt is, kijk, hier zie je nog, dit is een interessante stukje wat ze hebben gedaan. Hier heb je een clickfinger, of eigenlijk, ja, het is niet een vinger, zo'n soort haakje. Waar je ziet dat zonder die gaatjes hier ook heel veel materie zijn. Ja? En dan eventueel om ervoor te zorgen dat alles voldoende afkoelt in de matrijs. Alleen voor die stukje zou je twee keer zo lang moeten koelen. De matrijs. Ja, dus daarom hebben ze daar gaatje gedaan. En daarmee hebben ze hier ook de wanddikte flink verminderd. Ja? En waarom is het een ronde gaatje? Je zou die helemaal de vorm kunnen vormen. Maar dat is een beetje een soort van elegante, quick and dirty oplossing van de ontwerper. Ja, het is niet zo dat het zo exact perfect de vorm zou moeten volgen. Ja, zo'n gaatje doet zijn werk goed genoeg. Ja, een ander belangrijke punt is, hier zie je in het midden een zogenoemde filmscharnier. En die zegt over dat je dat heen en weer kan vouwen. Ja, dit is wel een beetje minpunt van dit product. Dat als je dat heel vaak ga je heen en weer vouwen, dan gaat het hier scheuren en breekt het. En denk je eventueel dat het een eigenschap van elke filmscharnier
In praktijk het heeft veel te maken met hoe je het product afkoelt. Dus als je het heel snel afkoelt, dan wordt het product ook brosser en de filmscharnieren worden ook kwetsbaarder. En omdat dit zoveel en zoveel van produceren, volgens mij zeggen ze, nou, dan koop je een nieuwe. Dus gaan ze liever ervoor zorgen dat je snel meerdere producten hebt, in plaats van dat je een beetje taaiere materiaaleigenschappen. Ja? Je moet het voorstellen, het is net als bij staal of bij glas. Dan wordt het ook gebruikt als je het harder wil hebben, hoe sneller je afkoelt, dan gaan ze eigenlijk de kristallen een soort van bevriezen tijdens het krimpen. Het is afkoelen, daarom worden ze stijver en harder. En dat heeft dan de nadeel dat het ook minder taai is en dan meer breekbaar. Ja? Wat nog een andere gebruikelijke oplossing is, om ervoor te zorgen dat de filmscharnieren langer meegaan, om dit een beetje half warm, niet helemaal afgekoeld uit de matrijs te halen en op dat moment een beetje één keer heen en weer vouwen. En dan rekken hier de kristallen een beetje uit en gaan de spanningen een beetje weg. En die kan ervoor zorgen dat je je filmscharnier eventueel een miljoen keer heen en weer kan buigen en dan gaat het niet breken, ja? Maar omdat dit is een massaproduct en eventueel worden 10 stuks naast elkaar gespuitgiet in een grote mal, dan gaan ze niet stuk bij stuk loshalen met een of andere robot bedenken die ze nog even heen en weer vouwt. Het zou wel fijn zijn, maar dat is helaas niet zo. Dus daarom, die filmscharniertjes die sneuvelen best snel. Ja? De andere meest belangrijke vormeigenschap die je eigenlijk ziet, feature, noemen ze in het Engels, is hier... deze clickfinger, je ziet als ik deze clickfinger zou produceren en hier zou deze gat niet bestaan, ja? Dan zou je eigenlijk een tegenlossing hebben in de matrijs. Eigenlijk hier zie je aan deze rand zo de deellijn van de bovenkant en de onderkant van de matrijs langslopen. Dus dit gaat naar boven los, deze kant naar beneden. En dan zal deze haakje blijven haken, ja? Dus de trucje is, hier zie je de zogenoemde doorvorming. En dat is ook een voorwaarde, als ik het goed weet, van jullie opdracht. Dat jullie product ook een doorvorming bevatten. Is dat de onderkant van de matrijs, als je hieronder een gat maakt. Dan kan je hier die stukje daar met de onderkant van de matrijs ondersteunen. En dat betekent dat je hebt hier niet een of andere ingewikkelde schuif of iets nodig tijdens het spuitgieten. Om de bovenkant van de matrijs los te krijgen, ja? Dus dit heet de doorvorming, ja? De nadeel van de doorvorming is dat je hebt hier een stukje, waar je ziet die dit zo van de onderkant van de matrijs zijn. Die stukje hier, wat je ziet, de witte stukje, daar zou eigenlijk de onderkant van de matrijs in de bovenkant van de matrijs inglijden. En normaal in de matrijs heb je altijd tussen de boven- en onderkant de holte die wordt opgevuld door de kunststof. Dus de kunststof komt tegen de matrijs aan. Maar in dit stuk zo matrijs tegen matrijs aan komen. En daar wordt de zogenoemde 5 tot 7 graden regel toegepast. Dat betekent dat hier moet een veel grotere lossingshoek zijn. Dus eigenlijk, je moet voorstellen dat je neemt de oppervlak die tegenlossend is. En dat projecteert je naar beneden. In zo'n soort van piramidevorm. En de piramide is een heel hoge piramide, eigenlijk met 7 graden tussen de kanten. En daarom heb je hier eigenlijk dit is een redelijk klein oppervlak en een heel grote opening voor de doorvorming. Ja? En dit zorgt ervoor dat je daar altijd 7 graden zal hebben. Ja? Nou, dit zijn de meest belangrijke eigenschappen. Wat nog? Het laatste wat ik wil zetten aan dat het product wordt zo gespuitgiet en open staat. Maar de ontwerp, zo functioneert het, moet zo gedaan worden. Ja? Dus als je kijkt naar de volgende SolidWorks tutorial, dan ga je zien dat we gaan ook het product modelleren in een dichtgevouwde staat. En daarna gaan we het openvouwen en andere details toevoegen. Ja? Nou, hoe doe je dat? Dat is een beetje tricky, want in SolidWorks heb je geen breekbare materiaal. Dus eigenlijk wat we gaan doen, we modelleren de boven- en onderkant als losse bodies. En daartussen, de filmscharnier,
wordt een derde body en die zal een dichte en openstaande versie hebben. Ja? Maar om dat beter te begrijpen, de beste is als we gaan over naar SolidWorks en dan ga ik laten zien hoe dat precies gaat gebeuren.